Daryl Janmaat, zijn jullie toch opgetogen dat je met een punt terug naar Rotterdam gaat? Ja, ik denk het uiteindelijk wel. Ik bedoel, ik kom met 10 man bijna heel de wedstrijd. Ik denk dat je ook blij mag zijn met een punt. Wij zien op de beelden, over die rode kaart gesproken, dat het buitenspel is. Dan hoort het helemaal geen kaart te zijn. Nee, ik hoorde het in de rust. En inderdaad, als het buitenspel was, dan had het geen rode kaart moeten zijn. Dan weet je in die tweede helft, je komt flink onder druk te staan met een man minder. En toch, doordat zij die kansen missen, denk ik dat het al door je hoofd speelt. Wat er uiteindelijk is gebeurd? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet echt het idee had dat wij wel zouden scoren. Want we kwamen af en toe wel wat uit, wel wat kleine momentjes. Maar hun hadden wel natuurlijk meer de bal. Ik moet zeggen dat hun ook niet heel veel creëerden, vond ik zelf, in de wedstrijd. Niet hele grote kansen gehad. Alleen je weet wel dat als hun het niet goed uitspelen, dat wij uiteindelijk een keer eruit kunnen komen. En gelukkig... Hebben we nog de gelijkmaker gemaakt, dus daar ben ik wel heel blij mee. Is dat geloof er toch gebleven, maar je moest het vanuit de tenen laten komen? Ja, tuurlijk. Je staat met één doelpunt verschil achter, dus je kan altijd de gelijkmaker maken. Alleen je weet wel dat het heel moeilijk is, omdat je speelt met 10 man heel de wedstrijd. Het is toch een zware wedstrijd. Omdat het is hier altijd lastig. En zeker met een man minder. Dus ik denk dat we heel blij moeten zijn met 2-2. En het maximale hebben we eruit gehad. Was het een wedstrijd waarbij jullie ook op mentaal gebied een aantal zaken moesten overwinnen? Denk ik wel. Je moet ervoor knokken dan. Hè. Je moet even een stapje extra doen. Je bent met één man minder, dus je moet dan een stapje harder doen iedereen. En ik denk dat we wel... hebben geknokt en dat iedereen 100% heeft gegeven. Was jij snel ook bij de maker van de eerste goal die geblesseerd bleek te zijn? Voor mijn gevoel dook het hele team namelijk op Cissé daarna. Tuurlijk. Ik dook er niet. Ik stond er ver vanaf. Dus ik ging er wel even naartoe. Maar hij was geblesseerd inderdaad. Je zag het gelijk dat hij naar zijn hamstring greep. En dat is wel jammer. De euforie bij die tweede was nog groter, geloof ik. Ja, Bruno die maakte een belangrijke goal en die was blij. Dat kun je wel zien. Wat is jouw zijn handelsmerk is volgens mij rennen naar de trainer in zijn armen vliegen. Wat is dat van jou? Nou, dat niet. verschillend weet ik niet. Het meeste als je een goal maakt, is het wel even een momentje dat je soms niet weet wat je doet. Zeker zo'n belangrijke goal. En wat je zegt van Bruno is het handelsmerk, ja, naar de trainer rennen. Dan is er deze week op gehamerd, vlak voor een interland die eraan zit te komen. Wil Feyenoord nog wel eens punten laten liggen? Dat gebeurt dan nu wel, maar de stijgende lijn zit er wel in. Denk ik wel. Het is toch wel. Ik denk dat we al met al wel een redelijke wedstrijd met een man minder hebben gespeeld. We hebben niet, wat ik zeg, niet heel veel weggegeven. We hebben hard gewerkt en dat was belangrijk. Dus ik denk dat we wel hier voort kunnen beduren. Wel. Veug je op de komende week wat er staat te gebeuren? Ja, tuurlijk. Dat is altijd weer mooi. En ik ben benieuwd hoe het er dit keer aan toe gaat. En ik veug me er wel op. Heb je voor jezelf ook zoiets van die vorige keer in Oranje Ton niet helemaal geworden? Kan ik me voorstellen wat jij daarvan had voorgesteld? Van ik ga iets goed maken als ik de kans krijg? Ja, tuurlijk. Dan probeer je het beter in te vullen. En we zullen zien als het de kans krijgt. Dus, dat is voor latere zorg.